Hallo, hierbij wil ik bijzondere mogelijkheden laten zien in PowerPoint die een presentatie net dat extra beetje cachet geeft. Om te beginnen wil ik laten zien wat je met WMF illustraties kunt doen en hoe je een bijzondere animatie kunt aanbrengen met geluid. Ook wil ik laten zien hoe je vormen kunt bewerken en verdelen. Hoe je een afbeelding een andere vorm kunt geven. De twee manieren waarop je diagrammen kunt maken. Hoe je een effect kunt bewerkstelligen met tekst door middel van word art. En tot slot een mooie afsluiting van de presentatie kunt maken. Wat je met WMF illustraties kunt doen. En hoe je een bijzondere animatie kunt aanbrengen met geluid, laat ik hier zien. Je gaat naar het tabblad invoegen. Je zoekt een illustratie. Bijvoorbeeld auto. Druk op starten. En als je dan boven zo'n plaatje zweeft, dan verschijnt er een pop-up schermpje. En op de tweede regel, helemaal achteraan, als daar de letters WMF staan, dan betreft het een WMF illustratie. Eén keer klikken en hij wordt ingevoegd. Vervolgens even slepen naar de plek waar je hem hebben wilt. En nu doe je het volgende. Het tabblad opmaken is automatisch verschenen. Hier ga je naar de functie groeperen. En je kiest hier groep opheffen. Hier zeg je ja. Vervolgens ga je weer naar het tabblad opmaak en weer naar groeperen en je kiest hier weer groep opheffen. En je ziet, het plaatje is in een heleboel puntjes verschenen. Dit betekent dat je nu allerlei onderdelen kunt verwijderen. En ik wil bijvoorbeeld alleen het autootje overhouden. Dus ga ik een onderdeel selecteren om te verwijderen. Delete. Ga ik dit nog eventjes verwijderen. En ik hou alleen het plaatje over, het autootje over. Als je er nu een object van maakt, dan kun je er animaties aan maken. Dit doe je door het helemaal weer te selecteren. Dan weer te gaan naar opmaken. Naar groeperen en dit keer kies je voor groeperen. Nou is het één object geworden. En nu kun je er een animatie aan maken. Je gaat naar animaties, aangepaste animatie. Hier kies je effect toevoegen. En als je dan kiest voor animatieparen en het cijfer 3 links, dan verschijnt er een pijl. Deze pijl. Als je daarop klikt, die kun je ook uittrekken. Ik zal zo laten zien wat het effect daarop is. Nu nog een geluid eraan. Effectopties. Watchdog. Oké. En dan laat ik nu zien wat het effect daarvan is. Je ziet, het lijkt net alsof het autootje aan het rijden is. Met een mortalgeluid eraan. Die pijl betekent in welke richting die gaat. En als je de pijl uittrekt, dan gaat de auto langer rijden. En als je hem korter maakt, dan rijdt hij korter. Zo doe je dat. Hier wil ik laten zien hoe je vormen kunt verdelen en bewerken. Je gaat de vormen allemaal selecteren. Als je de Shift-toets vasthoudt en je klikt ieder object apart aan, dan worden ze allemaal tegelijkertijd geselecteerd. En als je dan vervolgens gaat naar opmaak, uitlijnen, en je kiest voor midden uitlijnen,
Dan bewegen alle objecten zich om in het midden uitgelijnd te worden tegenover elkaar. En als je dan gaat naar uitlijnen en je kiest bijvoorbeeld voor onderuitlijnen, dan zijn ze gelijk met elkaar op de onderste regel. En dan heb je ook nog de functie horizontaal verdelen. En dat heeft als effect dat de objecten onderling op gelijke afstand van elkaar zijn, waarbij je wordt uitgegaan van het eerste object en het laatste object. Als je dan nog eventjes weer uitlijnen, middenuitlijnen doet, dan zijn ze weer netjes gecentreerd. Dit staat het mooie. Dan wil ik nog laten zien hoe je een afbeelding een andere vorm kunt geven. Je gaat een plaatje selecteren. Je gaat naar opmaak toe. En dan heb je afbeeldingsvorm met een heleboel vormen. Maakt niet uit welke vorm je kiest. Als ik bijvoorbeeld hier de vorm traan kies, dan verandert de vorm heel simpel in één keer. En als je dan kiest bijvoorbeeld voor cilinder, dan heeft dat een heel leuk effect. Want dan lijkt het net alsof de vis in de vissenkom zit. Nu kun je de afbeelding ook nog bijsnijden met deze functie. Als je hem dan smaller maakt, dan zie je dat het zwarte deel weg is en de vis die is even groot gebleven. Maar ten opzichte van de rest van de achtergrond is de vis eigenlijk groter geworden. En zo kun je plaatjes manoeuvreren. Hier laat ik zien de twee manieren waarop je diagrammen kunt maken. Het kan handmatig of via SmartArt. Ik zal eerst via SmartArt laten zien. Daarvoor ga je naar het tabblad invoegen. Nou, SmartArt. En ik kies hier bijvoorbeeld voor proces. Verticaal proces. Dubbelklikken. En het staat er. Hier kun je heel gemakkelijk tekst invoeren. Je ziet dat de tekst automatisch verandert van grootte om te blijven passen. Je kunt ook heel gemakkelijk een onderdeel toevoegen. Enter. En er is een vorm bijgekomen. Je kunt ook heel gemakkelijk het type diagram veranderen. Bovenaan is het tabblad ontwerpen verschenen. Als je daar op een ander diagram klikt, dan zie je dat automatisch het type is veranderd. Je kunt ook heel gemakkelijk het diagram verkleinen. En je kunt het heel gemakkelijk verslepen. Je kunt het ook handmatig doen. Dat laat ik nu zien. Ik ga naar een willekeurige vorm. Een rechthoek bijvoorbeeld. Dan neem je bijvoorbeeld een rondje. Of een afgeronde rechthoek. Nu ga je de verbindingslijnen aanbrengen. Je ziet dat er rode hokjes zijn verschenen. Die zijn een beetje magnetisch, die trekken de lijntjes aan. Bijvoorbeeld nog een pijltje. Je kunt ook zoiets nemen en een vorm overslaan. En als je nu verplaats eens een vorm, dan blijven de lijntjes eraan zitten. Die zijn er nu al vastgeplakt. Nou, dat is het voordeel van handmatig boven SmartArt. Zo zie je, ze hebben allebei zo hun voor- en nadelen. Hier laat ik nog zien hoe je effect kunt bewerkstelligen met tekst door middel van WordArt. Je ziet hier een rondje. Dat wordt veroorzaakt door letters. Dit kun je maken als volgt. Je gaat tekst selecteren. Je gaat een leuk lettertype eraan toevoegen. Bijvoorbeeld deze. Je gaat hem vet maken. Je gaat hem iets groter maken. Vervolgens ga je nog naar opmaak. Naar stijlen voor WordArt en tekstopvulling. Je kiest voor bitmap patroon en je kiest gevlochten mat. Dan ga je nog naar teksteffecten. Transformeren. En je kiest hier dit rondje.
Dan moet je hem nog eventjes erbij snijden om rond te krijgen. En dan zie je dat de N en de S in elkaar over zijn gekomen, dat de S en de punt weg zijn. Dit kun je nog veranderen door bijvoorbeeld naar staat, naar het lettertype dit pijltje te nemen, voor de tekenafstand, versmalt, 0,8, oké. En dan zie je dat het wat meer is zoals je wenst. Nu kun je nog een illustratie eraan toevoegen, bijvoorbeeld invoegen, illustraties, één keer klikken, deze nog eventjes wat kleiner maken, deze in het midden zetten, bijvoorbeeld met uitlijnen, centreren, midden uitlijnen. En zo kun je bijvoorbeeld een logo maken. Dan laat ik nog zien hoe je door middel van teksteffecten effect als deze maakt. Hiervoor ga je weer een letter selecteren. Je gaat een leuk lettertype zoeken. Je gaat hem nog even vet en cursief maken. Dan ga je naar opmaak, teksteffecten, transformeren. En je kiest bijvoorbeeld deze. Dan ga je naar de rechtermuisknop en je kiest voor teksteffecten ommaken, tekstopvulling, opvulling met kleuropvang. En je kiest bijvoorbeeld deze, lineair omlaag. Dan ga je nog naar 3D opmaak. Je kiest hier voor bijvoorbeeld hoek. Je kunt dit nog aanpassen. En met de tab kun je naar beneden gaan. Hier kies ik nog de kleur donkerblauw. En 33. Ik ga nog naar 3D draaien. En kies hiervoor perspectief rechts. En sluiten. Als ik hem nu even groter maak. Dan heb je iets heel moois. Zo doe je dat. Tot slot laat ik nog zien hoe je een mooie afsluiting van de presentatie kunt maken. Je trekt bijvoorbeeld een rechthoek. Gaat die opvullen met de kleur zwart. Vervolgens maak je er een animatie aan. Je selecteert hem. Ga naar tab met animaties. Kiest voor aangepaste animatie. Hiervoor effect toevoegen. Ingang. En dan kies je 9, vervagen. En dan laat ik nu zien wat het effect hiervan is. Heel langzaam gaat het zwarter worden. Dat is meteen een mooi signaal dat de presentatie is afgelopen. Zo doe je dat.